Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van The Evil Within. Ik ben een beetje een lafaard. Nu zullen mensen denken, wat is er aan de hand, Vincent? Vertel het ons. Waar zit je mee? Ik probeer een baas te verslaan en het lukt me gewoon niet. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik kom maar niet verder. En ik dacht, zal ik een save game downloaden die dan iets verder is? Maar dan ben ik heel mijn progress kwijt, wat ik allemaal heb verzameld. Dus wat ik nu heb gedaan, is een trainer gebruikt, zodat ik niet dood kan. Nou ja, het klinkt misschien een beetje triest, maar ik wil heel graag de game doorzetten. En ik wil hem ook heel graag opnemen. En ik heb een oplossing gevonden en dat is dan die trainer. Maar zodra dat monster dus verslagen is, doe ik de trainer uit en ga ik niet meer met codes werken. Dus het is enkel voor deze hond. Ja, deze hond. Het is echt een vervelende hond. Ik heb hem één keer geraakt met mijn shotgun. Hij ligt op de grond. Ik schiet hem gewoon nog een keer. En misschien dan nog een keer. En ik heb geen kogels meer. Out of ammo. Maar het maakt niet uit. Ik kan gewoon dood. Ik kan niet dood, bedoel ik. En ik moet nou van kogels wisselen. Even kijken hoor. Welke pakken we? We pakken deze. Deze is hopelijk goed. Moment, moment. Wacht even, wacht. Oeh! Kijk, hij rampte me. Maar het gaat goed. En hij, hoe dan ook, hij rampt je. Je kan wel wegrennen. Maar alsnog, pakt hij je. Oeh! Kom op! Raak hem, raak hem! Kom op! Ja, hij is geraakt. Nog een keer geraakt. Yeah! Hij is nog niet dood. Hij is echt heel sterk, mensen. Dat meen ik echt serieus. Let op, let op. Hij gaat ontploffen of niet? Ik schiet er nog één. En daarmee doe ik deze aanval. Doe ik even deze snel. Let op. Yeah! Schiet hem dood. Hij is bevroren en we kunnen hem schieten. Dit is de enige kogels die ik heb. Dat zijn die pistooltjes. Hij gaat nog steeds niet dood. Zie je mensen? Het is echt ontzettend moeilijk deze baas. En dat wou ik laten zien. Hij is dood. Hij is dood. Yeah! Joseph. What is it? I dropped my glasses back there. Fuck. Het is gewoon niet voorbij. Dat beest is gewoon nog steeds levend. Moet ik hier doorheen? Ik weet het niet. Ik ga er doorheen. En ik weet niet of het veilig is. Dat monster leeft dus nog steeds. Het is echt bizar. Ik pak die kogels. Ik weet niet of dat monster is. Hij heeft zijn glazen achtergelaten. Zijn brilglazen. Waar ligt het? Oh, hij is er nog steeds. Meen je dit? Oh my god. Dat beest leeft gewoon nog steeds. Kan ik hem schieten? Oh. Oké, okay, hij lokt hem weg. Mooi zo. Hij ziet me dus niet. Ik moet zoeken naar een bril. Ik zie daar wat liggen. Is het een bril? Kom op. Dat beest, daar moeten we uitkijken. Oh shit, 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 shit. Heb ik zijn bril? Zijn glasses. Ik heb de glasses van Jozef. En Jozef, dit loopt me alleen maar te irriteren. Want als hij gewoon normaal deed... Dan had ik, als hij gewoon zijn bril had gepakt, dan was er gewoon niks aan de hand. Maar ik heb het gevoel dat Jozef, ja, door hem zit ik gewoon een beetje in gevaar. Uitkijken, uitkijken, ik loop om hem heen. Kom op, kom op, kom op. Ja, ik kan niet dood, ik weet het, maar toch is het heel spannend. Waar is dat beest? Dat beest is weg, wat doe ik? Ik kom er niet, kom ik er doorheen? Ja, nu kom ik er doorheen. Yes. Sorry. It's not just about being unable to see. It's about feeling normal. It's all right. Let's focus on finding Kidman. Oké, dat beest zit daar. Zoals je ziet. Hallo meneer. Hoe kan dat beest? Dat kan gewoon nooit dood, dat beest. Echt bizar. Ik dacht echt van, je hebt hem doodgeschoten in het begin, maar je hebt hem gewoon eigenlijk een soort van tijdelijk verlamd. Zo moet je het eigenlijk zien. Wauw. Joseph, all that for a pair of glasses. En inderdaad, Joseph. Laat me dat nooit meer doen. Ik heb shotgun calls, er zijn twee kooltjes. Ik weet het. Het is, ik voel me wel veilig met die codes aan, maar het is niet netjes. Dus ik ga hem nu al weer uitzetten na het filmpje. Komt helemaal goed. Rustig aan. We hebben chapter 6 gekleerd. Ik ga mijn spel opslaan. Een nieuw slot. Ja, oké. Okay. Blijkbaar heb ik hem al opgeslagen twee keer. En we gaan naar het volgende chapter. Chapter 7.
Het wordt wel. Chapter 7, The Keeper. Oh shit, The Keeper. Is dat niet een van de hoofdpersonages van de game? Is dat niet dat mannetje die die grote driehoek hebt? En die grote zeis in zijn handen? Baas na baas. Ik snap het alweer. Ik pauzeer het spel en ik zet even mijn cheats uit. Zo, mijn cheats staan uit. Ik kan dus gewoon weer doodgaan. Maar het was gewoon even dat stukje. Sorry mensen, maar ik wil heel graag het spel laten zien. En ik was eigenlijk ook benieuwd hoe het verder ging. Want ja, als je natuurlijk het spel zo lang speelt. En zoveel episodes. Dan heb ik zoiets van, ja, ik wil toch weten hoe het verder loopt. Wat is dit, een blaadje. Map fragment 13. Nou, dat is helemaal mooi. Wat is hij aan het doen? Wat ben je aan het rusten? Ik ben degene met de problemen geweest. Jij hebt al achter een hek kunnen schuilen. En dan doe je alsof je moe bent? Hey, Joseph, jongen. You still with me? Sebastian. You ever had the urge to just jump? When you're on a high place. Or the subway rolls by. Imagine if you had that urge for a minute straight. Then 2 minutes. You fought it off 3 times now, Joseph. You're learning to stop it. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Some part of me wants to turn. I don't know why. And I can't reason it away. It's deeper than that. It's like instinct. And it's getting stronger. Hold on. This might. Holy shit. Holy crap, deze game, jongen. Onverwachts. Deze game is echt onverwachts. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dit weer, zo'n heel raar gevoel dat je aan de zijkant of naar beneden stort, maar dan zijwaarts. Heel raar. Heel gedoe. Waar zitten we nu weer? En we zijn weer Joseph kwijt. Dat betekent dat we minder problemen hebben. Yes! Geen gezeik meer. Chapter 7, The Keeper. Wel heel gaaf gedaan, nogmaals. En ik snap niet, ik ging hier door dat gat heen. Zwart gat. Nou, dan gaan we weer met ons lantaarntje op pad, op zoek naar zombies. Of eventueel de keeper, waar het ook om gaat. En wat is dit? Is dit een kaarsenspecialist? Catch you. Wie zit hier te roepen? Inderdaad, ik moet maar beter zoeken naar mijn partners. Want alleen gaat het niet lukken, Sebastian. Wat hebben we hier? Allemaal mooie vaasjes. Het lijken net urntjes. Weet je wel, waarin wordt gecremeerd. Dan komt dat poeder komt dan in zo'n urntje. En ik denk dat dit wel zoiets is. Nou ja, daar gaan we natuurlijk niet van uit. Maar ik denk het wel. We kunnen daar natuurlijk naartoe. En ik zie hier wat van dat brain points. 500 punten. Oh shit, ik wist het. Kijk, mijn leven gaat eraf. Ik zei toch, ik lig niet tegen jullie. Ja, nou ja, goed, dat ding ging af. Ik had het niet goed gezien met mijn ogen. Waarschijnlijk jullie wel. Maar ik zie dat gewoon weer helemaal niet. Hebben we hier nog wat punten of dingetjes? Nee, helemaal niet. We kunnen daar naar boven. Of volgens mij moeten we naar boven. We slijven dit kapot. Want daar vinden we nog wat kogeltjes in. En welk wapen kunnen we daar gebruiken? Een pistooltje kunnen we wel gaan gebruiken. Maar we moeten sowieso heel zuinig doen met onze ammunitie. Wat ligt hierin? Dag meneer, daar ligt een lijkje. En hij heeft ook benen. Natuurlijk. En wat ligt hier? Oh, weer spullen om onze
pijlen te maken. We kunnen daar naar achter een prachtig schilderij. Ik weet niet wie het is. Maar het is een prachtige man hier afgebeeld. Hier gaan we nog even wat dingen kapot maken. Brain points wil ik heel graag hebben. 200 punten, 2400. En hier gebeurt er gelukkig helemaal niks. Gewoon zo'n verkenningshoekje, kamertje eigenlijk. Ik hoor wat. Ja hoor. Het zijn weer zombies, denk ik. Ik denk dat we het licht maar even moeten dimmen. Want we moeten zo onopvallend mogelijk te werk gaan. Daar zien wij een prachtige zombie. Komt hij op ons af? Oh shit, er zitten meerdere zombies. Ik word hier niet vrolijk van. Echt niet. En vooral als zo iemand heel langzaam beweegt in de achtergrond. Daar ben ik niet op gemunt. Hij komt ook mijn kant op. Zal ik me gewoon laten zien? Hallo, hier ben ik. Hallo. Hij ziet me niet. Het gaat goed komen. Oh, hij draait zich om. Ziet hij me nu? Hallo. Oh, wacht. Kijk. Hallo. Hij ziet me wel. Hallo. Hij loopt daar. Loopt hier nog iemand? Hallo, meneer met de hamer. Er komen er meer op me af. Oh, shit. Ik ben mezelf in ieder geval jaren nooit geweest. Waarom zing ik dit? Gewoon om mezelf relaxed te houden, ik weet het. Ik ben niet bang voor die gasten, maar ze zijn gewoon een soort van eng. Dat weten jullie. Jullie weten dat toch? Kijk, ze komen op me afgestormd. En we kunnen nu eens goed kijken wat zijn het voor monsters. Het zijn zombies. En die hebben een soort van doodstraf nodig. Oeh, hij leeft nog steeds. Ik wou hem omvermappen. Kom maar hier. Dood, alsjeblieft dood. Ga dood. Ik heb je hoofd er al voor een gedeelte afgeschoten, maar dat is toch niet genoeg? Het is toch zeker niet genoeg? Kom op! Huppakee. Kapot jij! Als hij nu nog opstaat, dan weet ik het niet. Maar er zijn natuurlijk ook wat meer mensen die... Vriendjes had hij meegenomen net. Ik zag het wel. Leeft hij nog? Nee, toch? Nee, hij is dood. Hij is helemaal morsdood. Ik ga mijn shotgun pakken, want ik denk dat die andere vriendjes van hem hier om de hoek staan. In ieder geval... Ze waren wel dichtbij net. Ze zijn gewoon gevlucht. Zie je dat? Gewoon een klein beetje bang van me. Puur omdat ik het vriendje van hem heb vermoord. Where are you? Say hello to my little friend. Kom maar op. Komt u maar alsjeblieft. Komt u maar. Hij zit hier achter. Kijk, daar komt hij. Oh, een dikke loempapa. Het is een dikke loempapa. Kom maar, dikke loempapa. Ik schiet je hoofd eraf. Komt u maar. Kom maar dichterbij. En mijn kogels zijn op. Oh, ik snel in de fik, snel in de fik. Huppakee, Vicky. Wat ben ik toch gemeen af en toe. Vooral tegen deze vervelende Gestapo-monsters. Ze zijn dood, in ieder geval. En wij hebben weer kogeltjes die we kunnen pakken. Alleen dat kan ik niet oppakken. 3 zombies. Zijn mocht dood. En ze komen ook niet meer terug. Dat scheelt heel erg. Waarom kan ik dit niet oppakken, View? Ik heb het nodig. Jammer dit. Ik heb heel weinig kogeltjes. Nou ja, op zich heb ik er wel wat. Maar ik heb liever shotgun kogeltjes nodig. Maar die zijn weer niet... Oh, hallo ratjes. Ik ga hier sluipen, want ik vertrouw het niet helemaal. Ik zie daar een soort van deur. En daar is een gang. En daar kunnen we weer wat items pakken. Of het daar doodloopt, weet ik niet. Even heel... Oh shit. Wat komt er? Oh shit. Wat is er? Gebeurt er iets? Nee, het was gewoon weer zo'n raar momentje. We hebben wat brain points, 200. En hier hebben we nog wat vaasjes die we kunnen breken. Nou, dat ziet er allemaal goed uit. Ik denk dat wij heel voorzichtig naar die deur kunnen gaan. En dat daar... We zitten in een soort tombe of zo. We openen het. Wilt hij gaan kloppen? Oh, ik wou dat zeggen. Klop. Looks loose. Old lithograph. The lithograph was pried from a stone door where it seems to have been used as a key. Het wordt dus als een sleutel gebruikt. En waar... Wat gebeurt er? Oh! De poort gaat toch open. Ik dacht, we moeten dat steending gebruiken ergens voor een andere deur. Oh, ik zie hier trouwens dat soort van kluisje wat die gozer op zijn hoofd houdt. Weten jullie nog? Jullie weten wie de keeper is. Is dat niet zijn kamer? Slaapt hij hier niet of zo? Ik heb gewoon het gevoel dat hij hier slaapt. Hold. Ik maak het kluisje open.
Wat zit daarin? Een sleutel. Ik pak de sleutel op. Want dat sleuteltje kunnen we gebruiken om die kluisjes te openen. Weet u nog? Jullie weten het al te goed. Een briefje. De catacomb note. We zitten dus wel in de catacomben. Oh shit. En in de catacomben, daar woont waarschijnlijk dat monster. Die keeper. Oh, ik word hier niet vrolijk van. Ik word hier niet vrolijk van. Ik hoop dat ik een checkpoint heb ofzo. Want ik wil gewoon niet doodgaan nu op dit moment. Ik ben nog gewoon best wel ver in het spel weer. En hier is een checkpoint. Random checkpoint. Er gaat dus sowieso hier wat gebeuren. Wat hebben we voor korreltjes? We hebben geen shotgun korrels. Ik heb een paar pistooltjes. Ik heb helemaal geen... Nee. Out of ammo. Out of ammo, ja. Out of ammo. Ik heb wel sniper rifle kogels. Ik kan niet eens uitspreken. Ik ben zo bang dat hier wat gaat gebeuren. We gaan dieper de catacomben in. En ik vind het alleen maar minder worden. Er is wel licht. Dat maakt het wel weer positiever, vind je niet? Oh shit. Oh shit. Daar is de keeper. Oh. Hij sluit zichzelf op. Ik vind het helemaal mooi. Ik hoop dat hij daar blijft. Maar het is alsof hij een plannetje heeft. Een listje. Gewoon een keigrote list. Om mij te grazen te nemen. Nogal punten. Ik hoop dat hier wel dadelijk een spiegel is waar we onszelf... Oh shit. Moet ik dit kapot slaan? Yes. Oh, ik word hier niet vrolijk van. Ik word hier zeker niet vrolijk van, want daar zit hij in. En hij kan elk moment eruit komen. Ik heb hier echt geen trek in, jongens. Daar is een deur. Even de boel verkennen. Ik heb wat kools. Is dit voor mijn shotgun? Nee, helemaal niet. En ik denk dat we maar eerst die deur daarheen gaan. Ik hoor muziek. Dat betekent dat er in de buurt zo'n spiegeltje is. Het komt hier vandaan. Ik denk dat we hier naar binnen gaan. En daar is iets. Wat is dat? Wat is dat? Police. Oké, een paspoort of zo. En we kunnen naar binnen in het spiegeltje. Aan de wand, wie is de knapste van het land? Het is Sebastian. Jullie dachten Jozef? Mooi niet. Catacomb found beneath Paris. Hey, gaat het over die catacombe onder de Eiffeltoren? Dat is grappig. Dat is grappig. Nou, dacht mevrouw, ik kom mijn spel weer opslaan. Is dat goed? De keeper, slaan we het overheen. Huppakee. En we gaan hier naartoe. Deze deur. Wat kunnen wij verwachten achter deze deur? Oeh, it's so spooky. It's so spooky. Een licht. Waarom brandt het licht daar? Nou, het zal. Hier gaan we naar het kluisje en we gaan het kluisje openen. Gewoon random, ik doe die gewoon. En wat hebben wij daarachter? Nog een sleutel. Dat is een beetje dubbel op. We hebben nu twee sleutels. We gaan deze eens openen. Wat zit erachter? Een grote pot met brain points. 5000. En dan doen we die ook open. En daar zit achter een... Wat is het? Gewoon explosief ammo. Of in ieder geval voor mijn pijlenboog. Dat is mooi. Ik ga mijn spel opslaan. En dan gaan we terug naar de keeper. Ik wil het helemaal niet, maar het moet. We gaan dus de brain points verdelen over ons poppetje. Wat voor update kunnen we doen met 8800 points? Ik ben heel benieuwd. We gaan eens kijken. Wat hebben wij in petto? Levend kan niet omhoog. Hebben we 10.000 voor nodig. De maximum sprint time kunnen we omhoog doen. Die kunnen we omhoog doen. Ik kijk even naar de wapens. Is het toch wel belangrijk? Misschien damage. Meer damage op de pistool. Dat zou wel tof zijn. Misschien wat meer critical shot. 9.000 gaat me niet lukken. Damage. Ja, die doen we zeker weten. Maar op de shotgun wil ik het ook wel doen. Wat gaan we doen? Heel lastige keuze. Gaan we op de shotgun damage doen? Is wel positief op zich. Ik doe het gewoon. Op de shotgun komt damage. En dan wil ik ook nog op de pistool. Wil ik even kijken. Fire rate gaat omhoog. Gaan we upgraden naar 50 seconden. We houden 300 punten over. Dat is mooi. Dat is zeker heel mooi. Nu ga ik mijn spel opslaan. Zo, doe maar open. Waarom gaan al die deuren altijd achter mijn kloten dicht? Ja, ik ben wel echt in de kerk geboren, geloof ik. Toevallig dat we net ook in de kerk zaten. De keeper. We gaan terug naar het spel. Via... Even kijken, waar is het? Via het glas. Hier is het glas. Kijk eens. Daar gaan we. Rechts zo die raad. Die muziek maakt het wel relaxed, vind ik. Dat stelt je wel gewoon even op je gemakje. Het klinkt misschien heel raar. Maar in deze game is dat gewoon af en toe nodig. Gewoon even, moet gewoon even op je gemakje staan. En dat steentje kan ik hierin plaatsen. Ik ben er niet blij mee. Het past, zegt hij. Ja, maar wil ik dat? Ik heb nog twee stenen nodig. Er gaat iets open. Oké. Het is dus een soort van puzzeltje. We hebben 3 stenen nodig om dus... Oh shit.
Oké, twee deuren geopend. Het zegt het al, die twee stenen zullen deze poort openen. En daar zit de keeper achter. Dus ik weet sowieso dat we de keeper gaan aanvallen. En wat is hier aan de hand? Ik ga gewoon naar de linkerkant. Er komt rook vandaan. Ik zie daar iets liggen op de grond. En het zou zo mooi zijn als hier al die steen lag, weet je wel. Oh, shit. Rook, houd het op. Ik pak dit ding op. Nee, ik kan het niet. View. We gaan hier aandraaien. Hoppakee. En die zal het rook doen verdwijnen. Het giftige rook. Er staat een skeletje op, dus het zal best wel giftig zijn. En een poort. Een deur. Ik heb geen zin om die deur te openen, maar het moet. Daar gaat hij. Het is zo vet gedaan. Die hele sfeer. Het is hier heel stil. En ik vind het niet leuk. Er komt eigenlijk een jumpscare. Oh jee. Ja. Oh shit, 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 shit. Wat is dat voor monster? Hij komt op me af dadelijk. Het is een of ander nieuw monster. Wat gaat hij doen? Het lijkt op een dier. Een rendier of zo, ik weet het niet. Zal ik hem gaan vermoorden? Door hem gewoon... Ja, ik ga hem vermoorden op een hele coole manier. Let op. Ik ga achter hem aan. In de hoop dat ik niet word gezien. Ik word gezien, ik weet niet door wat. Ik weet niet door wat. Maar ik vermoord hem. Hoppakee! Weg, 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 weg! Oh! Holy crap. Zagen jullie die pijlen? Oh, shit. En daar zitten nog een paar monsters achter. Die proberen door te breken. Hallo, meneer. Wat bent u? U bent... Jackie. Lekker. Ik geloof dat de boerenkool niet zo heeft gesmaakt, meneer. Nou, vonnetje zal ik mijn best doen. Dan zal ik wat beters gaan voorbereiden. Meneer is agressief geworden door de boerenkool. Sorry, dan zal ik niks meer gaan doen met die boerenkool. Een torch. Hij probeert er doorheen te komen. Hé, nu zit ik opgesloten. Hij maakt ook zo'n leuk geluidje. Alsjeblieft. Rode wijn erachteraan. Heerlijk. Ik moet hem wel schieten hoor, let op. Hoppakee. Helpt dat? Nee. Shotgun kogeltjes, gaat me niet lukken. Out of ammo, ik weet het. Torshoofd, nee. Wacht even, wacht even. Hoppakee. Dat zal hem leren. Zo. Ja, sorry, het moest even, want hier zitten zoveel kogeltjes. Nou ja, eigenlijk niet. Misschien als ik dit herlaat. Misschien kan ik dat ook dat... Nee. Zijn mijn shotgun kogels vol, omdat ik dit niet kan oppakken? Of zijn het pistoolkogeltjes? Voor mij zijn het pistoolkogeltjes. Laten we het proberen. Ja, het zijn pistoolkogeltjes. Mooi zo. Hier kan ik dus gaan herladen als ik ze zoek. En wat is hier? Volgens mij is hier ook nog zo'n kamer waar ze zitten. Hallo? Daar niemand. En zit hier rechts? Ook helemaal niemand. En als we daar naartoe lopen... Ik zie hier weer zo'n bom. Ik zag hem dit keer wel. Yeah! We did it. Ik hoor heel enge geluiden. Het komt van links of rechts? Het komt van links, denk ik. En wat? Het zijn echt hele enge geluiden. Ik wil hier doorheen. Maar ik wil weten wat er zit. Een stoel en een soort van... Goed zo. Het ging goed. Ik ben ongedeerd. Oh shit, ik hoor wat. Nee, wat is dat? Oh shit, ik schrok me dood. Ik dacht er gebeurt wat. Ja, ik hoorde wat bewegen en ik weet niet wat. Oh, dit is echt heel vervelend. Zitten hier monsters in? Oh shit, hey, ik vind het echt niet cool. Waar zitten die monsters, jongens? Hier zit ook weer wat. Een soort van... Oh, daar zitten ze beneden. Hoppakee. Dat doen we met die monsters. Het zal er wel heel smerig uitzien, heb ik het gevoel. Ja hoor. Yakidari. En zo, er hangt zelfs een lijk aan die pijlen. Wacht even. Dat moet eruit. Yeah! Ik denk niet dat de vijanden nu nog hier zitten. Heb ik het gevoel. Wat kunnen we hier krijgen? Even kijken. Wat zit hier? Een hakbijltje. Is makkelijk. Ik zeg het eerlijk. En hier kunnen wij dus naar beneden gaan om te even kijken. Hier zal niks meer zitten, denk ik. Even dit kapot maken. Zo, en dan gaan we hier doorheen. Hey, brainpoints. En nog meer brainpoints erachter. Heel fijn dit. Een kamer die gewoon helemaal clear is. Kooltjes.
Hebben we hier nog wat in de hoek? Nee, leven dat hadden we al. En daar wat in de hoek nog. Zo, we pakken alles op. We willen alles hebben. Dat weten jullie, hè? Zo, dan gaan we hier kijken. Even kijken. We hebben hakbeltje. Ik voel me veilig. Ik kan met een gerust hart eigenlijk hier naar beneden toe. Ik vind het jammer dat ik de doosje niet kan openen. Zo, ah. En heel rustig gaan we naar beneden. Zakken, zakken, zakken. En waar komen wij uit? Het lijkt net een soort van ondergrondse wc, maar dan heel groot. Oh, shit. Oh, shit, shit, shit. Wat gebeurt er? Oh! Oké. Wat is dit? Een meter. Hij gaat me vergassen hier. Oh, shit, shit, shit. Dit is niet goed. Dit is zeker niet goed. Hij gaat me vergassen, die gozer. Dus we gaan dit heel snel doen. Als we de 100 zijn, dan zijn we dood. Dus dit moet even een soort van op tijd gaan. Ik weet het. Oh, la 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 la. Ik ga jou schieten. Dood jij. Kom op, kom op. En een fikkie erbij. Fikkie, fikkie, fikkie. Geen fikkie. Hij is dood. Oké, prima. Hij kwam hier vandaan. We moeten opschieten. Het gaat op tijd. Kom op. Draaien, 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 draaien. Kom op. We zijn op de 25 van de 100. Ja. Oké, rennen, 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 rennen. Hier naar beneden, denk ik. Hier naar beneden, zeker. Oh, het is opgehouden. Dit was het. Oké, dit gaat goed. Dit is goed gegaan. Mooi zo. We kregen ruim de tijd. En nu komen we weer... We gaan steeds verder naar beneden. Ik vertrouw het niet. Vanaf het begin al niet hoor, daar niet van. Ik pak hier nog wat brain points. Ik kan nog meer brain points pakken, maar ik pak het niet. Nu wel. En er was een checkpoint. Dat betekent dat er wel weer wat gaat gebeuren natuurlijk. Uiteraard. En ik hoor een monster. En het zou leuk zijn als die... oh dear, what a wonderful time of the year. Kom maar. Huppakee, waarom schiet ik mis? Kom op, Vince. Kom op, kom op, kom op. Dit mag niet mis. Dit mag niet mis. Goed zo. Dat was raak. En met die sniperkogels is het zeker goed. Want daar ontsnap je gewoon niet aan. Huppakee. Pak de brain points. Het is aardig donker in het spel, ik weet het. Jullie moeten ermee doen. Ik ook. En we gaan dit... Af, nee! Oh, shit. Het moet ook gewoon een keer fout gaan. Zeg eerlijk toe, het moet gewoon een keer fout gaan. Hoe komen wij in dat menu dat we elkaar, dat we gewoon een prikje kunnen geven? Even kijken. Hoe deden we dat ook weer? Zo. En dan pakken wij die. En dan zeggen wij equip use. We hebben toch genoeg van die spuiten. Het komt helemaal goed. Hoppakee. Het komt helemaal goed. Ik raak die dingen gewoon even de komende tijd niet meer aan, die explosives. Vreselijke dingen. Hallo. Hallo, hier is Benjamin. Ik heet eigenlijk anders, maar ze noemen me ook wel Benjamin. En ik hoor bij jullie, ik ben een goed mens. Ik wil geen zombie worden, maar ik wil er gewoon bij horen. Dus laat me met rust, als je me ziet. Dan weet je het. Gewoon niet baarten aan me, ik ben niet eetbaar. Ik smaak naar plastic. Dan weet je het te vast. En ik heb nog wel een hele goede rol voor je als in de zombiefilm. Dus laat me gewoon met rust voor de rest. Dan hebben wij gewoon een deal, joh. Maar dan blijf je gewoon met je partner van me af. Dan vrijt je niet aan me, zit je niet aan mijn nek, aan mijn benen, aan mijn armen. Je doet gewoon helemaal niks. Je kan daar naartoe, maar je kan ook daar naartoe. Dit is weer zo'n 50-50, weet je wel. Als je daar naartoe gaat, zal er wel wat gebeuren. En andersom ook. Daar zit weer zo'n bom, daar zit ik niet aan. Ik blijf er gewoon vanaf. Kunnen we hier naartoe? Helemaal niet. Dus we gaan gewoon weer lekker terug. Ik ga gewoon terug. Er liggen ook heel veel lijken hier. Ik denk dat de keeper hier gewoon zijn slachtoffers neerlegt of zo. Maar het is wel echt smerig. Het is uniek. De Evil Within 2 zal zeker weten ooit komen. Dat weet ik nu al gewoon. Het is een hele toffe game namelijk. We gaan dit openen. En terwijl ik dat open, gaat dat andere luikje dicht. Daar ben ik niet zo mee eens, maar het moet. Het moet echt wel. En nu kunnen we dus ook niet meer terug. Dat is het gevaar. Dus als er een monster komt, we moeten hem vermoorden. Daar ligt een draadje op de grond. Alsof ik dat niet zou zien. Zo. Die heb ik mooi geklaard. Een hele lange gang. Ik denk dat er iets aan het einde komt. Maar als je iets verwacht, dan gebeurt het niet. Dus ik loop gewoon lekker door. Zonder dat we langzaam lopen. Shit, hé. Shit, 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 shit. Die kruipt over de vloer. Waarom doet hij dat? Waarom kruipt hij, jongens en meisjes? We weten het niet. Heeft hij geen achterkant? Hallo? Ik steek in de fik. Je hebt geen handen meer, ik weet het. Oeh, weg, 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 weg.
Hij had geen... Zijn been was eraf of zo. Of aangevreten door de rat, ik weet het niet. Hij is in ieder geval dood. En we zijn nog niet... We zijn niet alleen nog. Wat is hier aan de hand? Brain points hebben we nodig. En ik hoor nog steeds een monster. Waar zit hij ergens? Dat stuk verdriet. Er zitten er meerdere. Oh. Wat doen die daar op de grond? Zijn jullie aan het dansen? Jullie zijn aan het dansen, hè? Ik hoor het wel. En... Nee, niet aan mijn been! Niet aan mijn been! Kom op, niet aan mijn been zitten! Ik ben niet te kopen, niet... Nee, vreet me niet. Opzouten. Hoppakee. Dood. Damn it. Ik moet nog wat leven gaan brengen aan me. Alsjeblieft, waar is dat leven? Hoppakee. Zo. En weer wat leven erbij. Die monsters zijn vervelend. Maar ik kan er heel weinig mee. Je legt ook echt heel veel lijken, joh. Gaat goed? Zo, deze deur is ook weer open. Ik ben toch eigenlijk best... Ik hoef eigenlijk helemaal niet krachttraining te doen of zo. Als je dit pappetje, als je Benjamin speelt... Zo heten we natuurlijk nu, hè, dat weten jullie. Of heet ik nou Benjamin? Ik weet het niet. Dan heet ik gewoon Bertus. En we kunnen hier naar boven. En weet je wat ik jammer vind? Dat we geen stenen hebben tegengekomen. Want we zouden op zoek gaan naar 2 stenen. Misschien is het nog niet het einde natuurlijk. We gaan even naar boven. In de hoop geen jumpscare alsjeblieft bovenaan. Nee, laat het gewoon normaal zijn alsjeblieft. Yes, goed zo. Helemaal niks gebeurt hier. Hier ligt wel een like. Of een monster. En er ligt wat in zijn... Oh, een pijl in zijn buikje. Die kan niet meer bevallen, denk ik. En hier gaan wij door deze deur. Wat is er bij die deur? Waarom brandt er 1 kaars? Dat is al gewoon raar. Gaat dit open? Ja. Daar is de steen die we nodig hebben. Oké, ik snap hem. Yes. De deur gaat open. En we komen uit op het midden. Dit vind ik fijn. Dit ging goed. Mijn checkpoint gaat opslaan. Ik wil even het spel opslaan. En dan gaan wij stoppen met de aflevering voor deze keer. Dus we gaan even snel lopen hier. Naar het spiegeltje aan de wand. We spelen inmiddels al 5 uur deze game. Dat is echt wel ziek. Nu zitten we nog maar bij chapter 7. Dus dat betekent dat je al meer dan 1 uur doet over een chapter. Dat is best wel gaaf gedaan. 1 uur en 1 kwartiertje ongeveer. Voor mij hebben we wel een sleutel gevonden. Ik weet het niet zeker. Hadden we een sleutel? Nee, we hadden geen sleutel. Ik kijk wel even of ik kan bijtanken. Lig hier ergens van spulletjes? Ja, die kunnen gebruiken. En wat nog meer... Helemaal niks staat, er staat ook niks open. Nou, dan gaan we lekker het spel afsluiten. En dan bedank jullie voor het kijken naar The Evil Within. Laat weten in de comments wat je vond van deze aflevering. En zeker weten een groen duimpje voor de schrik. Nou ja, we zijn niet echt geschrokken, maar het was wel een hele spannende aflevering. Tot de volgende keer bij The Evil Within. Doei doeg!